FC Volendam TV wordt mede mogelijk gemaakt door Waterland Accountants. Afgelopen week was er bij FC Volendam hoog bezoek uit Spanje. Wie is deze man en wat kwam hij doen? Nou, Gosse is de oud-technisch directeur van Atletico Bilbao. Hij was ook speler bij Atletico Bilbao in zijn jonge jaren, bij Zaragoza gespeeld. Hij was ook hoofdopleiding van Atletico Madrid, met de generatie Koke en zo. Dus deze man heeft een ontzettend hoeveelheid kennis op het gebied van opleiden. En we zijn natuurlijk met Wim Jonk meegekomen als team om Volendam nog beter te maken. En een van de onderdelen, het eerste onderdeel is de audit. Dat betekent dat we in kaart gaan brengen wat de werkwijze is in de jeugd. En daarom komt hij ook eventjes een kijkje nemen en zijn bevindingen met ons delen. Zodat we een breed indruk krijgen van de situatie hier. Niet alleen de FC, maar zeker ook hier de RKV. Dus vandaar dat we vanavond bij de RKV zijn. Hoe is hij met deze man in contact gekomen? Oh, dan gaan we alweer terug naar 2012, denk ik. Ja, dat is de European Club Association. Een groep van Europese clubs die samen kwamen om te praten over opleiding in het algemeen. Ajax was daar onderdeel. En in de persoon van de SAR zelfs had het voorzitterschap van de deelgroep opleiden. En ik was toen degene die dat in het begin trok. Toen er nog geen helderheid was binnen de directie. En toen was het een van de meetings was in Bilbao. Maar ik ben half Spaans, dus we hadden heel snel een klik. En zeker ook de manier hoe hij denkt over opleiden en hoe Atletico Bilbao natuurlijk in het opleiden staat. Ja, dat was meteen een klik en ontzettend veel van elkaar geleerd. En dat was 7 jaar geleden, ja. Hoe waren zijn eerste ervaringen met Volendam? Pues la verdad es que tengo que confesar varios aspectos que me han llamado la atención. En primer lugar, la gran participación que hay de chicos y chicas en torno al proyecto futbolístico que aquí se desarrolla, la cercanía y la ilusión que transmiten como valores a potenciar, y por otro lado, estas instalaciones que son magníficas para la práctica diaria de la actividad. Por tanto, están todos juntos, conviven, se crea una cercanía, un nexo de unión, que me parece que son valores realmente importantes de cara al futuro de Volendam. En ziet hij raakvlakken met het voetbal in Bilbao en Volendam? Sí, indudablemente que lo hay, sobre todo en lo que es los valores, ¿no? La identidad que se puede generar, que se genera cada día aquí a través de la relación, de la participación, y eso me parece que es un elemento fundamental para construir algo para el futuro. Lógicamente hay que trabajarlo, hay que ir todos en la misma dirección, pero creo que eso es un elemento fundamental que veo en los días que he estado aquí, la gran identidad que hay en torno al fútbol en Volendam, y me parece que es una característica sustancial y de gran valor.